Bij vroeg kinderlijk trauma, dus trauma heel vroeg in ons leven, is verbinding nodig. De verbinding, het contact. Vroeg kinderlijk trauma is bijvoorbeeld trauma in de baarmoeder, doordat je moeder een zwangerschapsvergiftiging had of bepaalde stoffen tot zich nam die via de baarmoeder bij jou kwamen en jouw zenuwstelsel beïnvloedden. Of het waarnemen van stress die je moeder had tijdens de zwangerschap. Wanneer bijvoorbeeld jouw moeder moest overleven of hele heftige dingen meemaakte. Of een hele moeilijke geboorte. Of het gescheiden zijn van je moeder na de geboorte door in een couveuse te hebben gelegen. Of door als heel klein kind in een omgeving te zijn opgegroeid waarin er niet echt aandacht voor jou kon zijn, of waarbij heel veel spanningen waren en waarbij je ouders, één of beide ouders, zelf niet gereguleerd waren, dus niet op een harmonieuze manier aanwezig konden zijn. En wat er dan gebeurt is dat dit het hele zenuwstelsel betreft van het kind. Dus de hersenen en het ruggenmerg, het centrale zenuwstelsel. En wat er dan ontstaat is wat we in het Engels noemen global high intensity activation. Dus globaal betreft het hele zenuwstelsel. Hoge intensiteit activatie. Dus het hele zenuwstelsel is dan in een staat van dysregulatie, van chaos. En die Global High Intensity Activation, afgekort GIA, kan ook ontstaan bij een bijna verdrinking. Bij een zuurstofgebrek. Kan ook zijn dat de navelstreng om je nek zat bij de geboorte bijvoorbeeld. Of een zuurstofgebrek dat ontstond bij de geboorte. Of bij hoge koorts. Ook bij hoge koorts komt er een. Die hoge koorts heeft invloed op het hele centrale zenuwstelsel. Of door een hele grote elektrische schok gehad te hebben. Dat alles kan GIA uitlokken, die globale hoge activering van het centrale zenuwstelsel. En ik heb het nu even over de GIA die ontstaan is door heel vroeg kinderlijk trauma. Dus voor de geboorte of tijdens de geboorte of daarna, terwijl je nog maar heel klein was en nog je zenuwstelsel, nog regulerende ouders of verzorgers nodig hadden. Trauma wat toen ontstaan is. Wat er dan gebeurt is dat je niet echt bij jouw lichaamssensaties kunt komen. Daar durf je niet naartoe te gaan. Dus je kunt eigenlijk niet waarnemen wat er in jouw lichaam gebeurt. Want als je dat zou doen, dan zou je weer in die staat komen van dysregulatie die jij als heel klein kind of embryo had.
dan kom je weer in die chaos terecht. Dus wat je eigenlijk hebt geleerd is om je daarvan af te sluiten, om je hele lichaam niet meer te voelen. Want je hebt niet de kans gekregen om, in het Engels heet dat embodied, om ook echt belichaamd te worden. Dat was te bedreigend voor jou in die situatie, in die chaotische situatie. Dus je hebt je afgesloten van je lichaamssensaties en ook van je emoties. En je kunt dan ook vaak emoties bij een ander, kun je dan niet herkennen. Omdat je je voor je eigen emoties hebt afgesloten, kun je ze ook niet bij een ander herkennen. En je kunt emoties ook niet benoemen. Je kunt ze in de eerste plaats al niet herkennen, maar je kunt ze ook niet benoemen. En vaak is er ook dwangmatig gedrag. In een poging om je te beschermen ben je in een soort dwangmatig gedrag gegaan. En er zijn vaak ook hele snelle gedachten die door je hoofd gaan. Eén grote trein van gedachten. En een hele snelle wisseling van wat je ziet. Dan weer zie je dit, dan weer hoor je dat. En er is bijna geen lijn in te trekken. Daar zit geen samenhang in. En vaak is het energieniveau heel laag. Is iemand in een soort... je ziet iemand dan ook vaak bewegen in een vrij, op een vrij houterige manier, waarop de armen en benen bijna niet eens bij het lichaam lijken te horen. Of je ziet iemand wandelen, echt op zo'n manier, met de armen heel stijf, waarbij het bovenlichaam bijna niet eens meebeweegt. En de energie van iemand is vaak heel laag, heel... Een soort grijs iets. Iets waarin iemand nauwelijks beweegt. Misschien herken je dat van jezelf of van iemand in jouw omgeving. En het mobiliseren van energie, dus iets wat we soms wel doen in de traumatherapie of traumaheling. Als iemand in een bevroren toestand is, dat we gaan kijken van hoe zou het zijn om je tenen te bewegen of om iets van je lichaam in beweging te brengen om te mobiliseren, is in deze situatie bij Global High Intensity Activation, is dat niet goed. Omdat dat te veel beangstiging zou kunnen oproepen. Omdat mobilisatie zou zorgen dat... dat het systeem in actie komt terwijl dat niet gereguleerd kan worden. Wat dan alleen maar nodig is, op de eerste plaats nodig is, is verbinding. Is het geleidelijk opbouwen van een veilige verbinding. Dus dat wat je als heel klein embryo of als heel klein kindje niet hebt mogen ervaren of hebt kunnen ervaren, dat er iemand was, dat er een regulerende ouder was, dat er een, of dat er veiligheid was om jou heen. Dat hoeft niet altijd aan de ouder te liggen. Nogmaals, het kan ook ontstaan door hele hoge koortsaanval of door een elektrische shock of door verdrinking of... Door die situaties, dus het is niet altijd door een ouder. Maar je hebt nodig een veiligheid. Iets veiligs om jou heen. Wat jou kan brengen uiteindelijk bij jouw eigen veiligheid. Dus het is nodig om te weten dat er iemand bij jou is die zich afstemt op jou. En die zich ook afstemt als jij afstand nodig hebt. Of dat je juist dichtbij komt. Dus iemand die zelf kan kiezen. Ben jij als therapeut dichtbij of liever op een afstand? Kijk je elkaar aan?
Of is er juist geen oogcontact? En om dan heel geleidelijk te gaan ervaren van wat voelt veilig voor jou? En wat voor soort verbinding is helpend voor jou? En via die verbinding met de ander kun je geleidelijk aan gaan leren om die verbinding met jouzelf vanuit die veiligheid te gaan voelen. En wat je voor jezelf zou kunnen doen, is om te gaan bedenken of te gaan terug te gaan naar wanneer was een contact met een ander voor jou veilig? Of helpend of ondersteunend? En dat kan zijn een fractie van een moment dat iemand jou met begrip aankeek. Dat je je begrepen voelde. Er was bijvoorbeeld iemand die in een hele overweldigende situatie in het ziekenhuis kwam en die de blik zag, één blik zag van een verpleegkundige die haar aankeek en die haar echt begreep. En die ene blik, die droeg haar door de hele serie van gebeurtenissen die er de komende weken gebeurde. Als ze die blik terughaalde, voelde ze zich veilig in zichzelf. Het kan ook een fijne opmerking geweest zijn van een leraar die jou zag. Of een buurvrouw die jou ontving om thee te drinken bijvoorbeeld. Dus wat in jouw leven gaf jou het gevoel van echt gezien te zijn en begrepen te zijn? En hoe is het voor jouw systeem om dat terug te halen en om daar eventueel ook over te vertellen tegenover iemand die jij vertrouwt? Omdat ook het vertellen erover het een ander soort bevestiging geeft. De onveiligheid of het heftige wat jij hebt meegemaakt voor je geboorte of tijdens je geboorte of na je geboorte is niet alleen afhankelijk van die situatie, maar ook van hoe je daarin ontmoet bent na jouw geboorte. Waren er ouders die zichzelf konden reguleren en die af konden stemmen op jou? En die jou aanvoelden en jou begrepen en je vastgehouden hebben bijvoorbeeld. Dus ook voor een kind wat in de couveuse ligt, is het zo belangrijk dat het ook vastgehouden wordt. Dat er verpleegkundigen zijn die over het ruggetje strijken of die een vinger aanbieden wat het kindje kan pakken. Of als het kan dat het kind uit de couveuse mag op bepaalde tijdstippen, dat de ouders of verzorgers het kindje vasthouden. Dus ook dat draagt bij aan de veiligheid die nodig is voor het zenuwstelsel om zich verder te kunnen ontwikkelen. Om de prikkels die binnenkomen te kunnen verdragen en te kunnen integreren. Dus mocht je jezelf herkennen in wat ik vertel over die Global High Intensity Activation, GIA, of herken je iemand die verschijnselen of die de tekenen daarvan vertoont, weet dan dat het belangrijk is, het allerbelangrijkste, de focus op verbinding.
verbinding met een mens of een dier. Het kan ook zijn dat het in het begin veilig voelt, een boom bijvoorbeeld, waar jij je veilig bij voelt. Dit is wat ik op dit moment hierover wilde zeggen. En in de beschrijving onder dit filmpje vind je een link naar mijn playlist met meer filmpjes over trauma heling.